Nou, we gaan vandaag binnen de Snowflake doen. Het is een patroon van Roman Moser. En ja, een van mijn favoriete patronen. Ik vis er eigenlijk al jaren mee. Ik heb het ooit een keer in een filmpje gezien toen de film van een meivlieg net uitkwam. En het sprak me gewoon aan dat het een hele natuurlijke uitstraling heeft. En vooral de toef ene kont die aan de bovenkant van de vlieg zit. Die een heel natuurlijke beweging in het water doet voorkomen, zeg maar. Ik bind de vlieg dus met ene kont. Het haakje wat we daarvoor gebruiken is een teamkoolhaak. Ik bind hem in de maten 11, 13, 15 en 17. Ik zal hem vandaag op maatje 11 binden, omdat het even wat duidelijker zichtbaar is. begin het als volgt. Neemt een ene kont veertje. Gewoon een klein ene kont veertje. En dat heb je nodig voor het staartje. Als binddraad, gewoon zwart binddraad. Dit is 14-0. Engels merkje, doet er in principe niet zo heel erg toe. Je zet het binddraad op. Het werk je door naar achteren. Tot boven de haakpunt. Waarna je het ene kont veertje pakt. En even afmeet dat de staartlengte is ongeveer de helft van de haaklengte. Als dubbing gebruik ik voor het lijfje gebruik ik een mix. Ik begin op mixes, doe van alles door elkaar heen. Het is een beetje groen-grijze dubbing met sealsfur zit erin, konijn zit erin. En dat mix ik een beetje door elkaar. Er zit ook een klein beetje glimmertje in, dat vind ik altijd wel mooi. Dat glimmertje doet altijd een beetje een attractor, zeg maar. Hij doet wat van een dubbing op de binddraad spinnen, zeg maar. Het mag een redelijk grof lijfje worden. Je zal zien. Ik bind het een beetje in een stapstoelopende manier naar voren toe. Het vliegje moet een beetje, heeft al een hoog drijfvermogen natuurlijk door de ene kont, maar de dubbing zou het wat naar onderen kunnen trekken. En daarom gebruik ik voor pootjes die aan de weerszijde van de haak komen, een hele simpele henneskin, haneskinnetje, een Chineesje, zeg maar. Je knipt daar een stukje af en daardoor krijg je een veetje in de fibers, die staan uit. En die bind je, zeg maar, aan weerszijden van de haak in. Hier nu staan die fibers een beetje aan de zijkant, dus dat geeft extra drijfvermogen. Het imiteert de pootjes. De rest dan knippen we af. Nu als vleugel gebruiken we het ene kont veertjes. Voorheen deed ik ze altijd de schachtjes zeg maar eruit knippen. Dat is erg veel werk. En is in principe eigenlijk niet nodig. Ik neem wat kleine veertjes. Het mag best een redelijk toefje worden. Dit is mooi zo. Twee veertjes op elkaar. En de vleugel wordt ongeveer de lengte van de haaksteel. Twee wikkelingetjes zit hij alvast. Ik glijd nu wat naar achteren, maar dat corrigeert het wel. En dan als laatste, waar de vlieg de naam aan ontleend heeft. Een stukje antron, de snowflake, hè, het witte pluisje wat er bovenop komt. Het is wat witte antron. Klein toefje. Voorkant inbinden. Kun je hier een mooi kopje van vormen.
afbinden met een wipfinish. En dan het Antron op maat knippen. Het hoeft maar een klein stukje te zijn. En dat is de snowflake dan. Een van mijn favoriete vliegen. Ik bind hem in verschillende kleurcombinaties. Vooral op stromend water. Snelle, langzame stukken. Echt een topvlieg.